Nou, wat ik thuis heb, ik heb de hele vensterbank volstaan met potjes waar dingetjes in groeien. En dat zijn eigenlijk gewoon hoofdzakelijk zaden die ik uit in de winkel gekocht fruit heb gehaald en in de grond heb gestopt. En ik vind het heel leuk om te zien dat het eigenlijk allemaal gewoon begint met groeien. Dus het loopt uiteen van citroen naar appel naar mango, avocado, granaatappel. Het idee om tandheelkunde te gaan doen, dat kwam eigenlijk halverwege de middelbare school. Toen moest je op een gegeven moment van die beroepskeuzetestjes gaan invullen. En dan kwam op een gegeven moment orthodontist uitrollen. En nou, toen ben ik daar eens naar gaan kijken. En dan moest je dus beginnen met tandheelkunde en dan kun je eventueel nog doorstuderen voor de orthodontist. Tandheelkunde leek me toen ineens heel leuk. Ik dacht dat ik orthodontist zou worden. Tijdens de opleiding kwam ik erachter, dat is het niet. Gewoon tandarts vind ik hartstikke leuk. En dan is het met name het met de handen werken, het met de mensen werken. Het een band opbouwen in de loop van de tijd. En dan is het leuk aan deze praktijk dat je gewoon op één kamer werkt. Dat je gewoon ook de tijd die je nodig hebt voor je patiënt kunt nemen. Dat je niet van hond naar her hoeft te chasen. En wat ik verder heel leuk vind in het vak is als je echt een project hebt. Iemand komt binnen, is al heel lang niet geweest, moet een heleboel gebeuren. Dat je dat dan weer dat hele gebit op de rit kunt krijgen. Dat je dan stapsgewijs begint en uiteindelijk heb je weer gewoon een heel mooi gebit dat goed onderhouden wordt. En wat ik laatst bijvoorbeeld heb gedaan is een cursus over slijtageopbouw. Iemand die had een volledig afgesleten gebit. En ja, als dat nog langer zo door zou gaan, dan zou er niet veel overblijven. En dat hebben we ook weer helemaal gerehabiliteerd tot een volwaardig functionerend gebit. Ik vind het heel belangrijk dat je een beetje een band hebt met je patiënt, de patiënt met mij. Dat ze zich ook op hun gemak voelen, dat je elkaar zo goed mogelijk kan helpen. Ja, en als dan iemand bij mij komt en zegt van, ik kijk er best wel tegenop vandaag. En we voeren de behandeling uit en ze zeggen achteraf, het viel eigenlijk best wel mee, het ging heel goed. Ja, dan maakt dat je dag wel en dat maakt het vak heel leuk.